En een unieke thuiswedstrijd voor André Hazes. In een doorweekt uitverkocht Olympisch Stadion trakteert de volkszanger het publiek op een ouderwets gezellige avond. Dit is Hart van Nederland met Silly D'Artel. Voor het eerst sinds 20 jaar wordt er in het Olympisch Stadion in Amsterdam weer een groot concert gegeven. André Hazes en maar liefst 36.000 van zijn trouwe fans trotseerden daar de stromende regen. En het is het eerste megaconcert sinds jaren dat de zanger in zijn geboortestad geeft. En bij zo'n bijzondere gelegenheid laat je je natuurlijk niet van de wijs brengen door een hoosbuitje. Nou, morgen wordt het hele concert uitgezonden bij SBS6, maar wij kunnen u nu alvast een voorproefje geven. Loop op straat, mijn gedachten gaan er van zij. Zelfs vandaag, mijn verjaardag, ben ik alleen. Niemand ziet. Ondanks het slechte weer zat de stemming er goed in. Maar wat wil je ook? Het Hazesfeest begon al vroeg in de middag. Bij café Het Hof van Holland op het Rembrandtplein was namelijk een soort opwarmfeestje georganiseerd. Fans uit het hele land bereiden zich daarvoor op het concert. We zijn om 12 uur vertrokken uit Tilburg. En we zijn om 2 uur gekomen in het Hof van Holland. Het is één groot feest. En ja, we proberen zoveel mogelijk mee te krijgen met het feest hier gewoon. Het is gewoon super gezellig hier. Ja, absoluut. We zijn al een beetje schoor, dus komt helemaal goed. Ik was dus gisteren in het Olympisch Stadion. Ik glipte erin en werd eruit geschopt. Maar later vond ik een restaurantdeurtje, toen kwam ik er weer in. En André die riep me gelukkig. En ja, ik kon de leuke foto's maken binnen in het stadion gisteren. Dit is dus, ja, gisteren. Ja? Dit is dus, ja, daar ben ik zelf met mijn dochter Naomi. Eenmaal bij het stadion aangekomen kregen de meeste fans een enorme bui over zich heen. Toch waren het niet de plus die als warme broodjes over de toonbank gingen, maar de Hazeshoedjes. Wat kost het nou zo'n hoedje? Dit kost voor mij, omdat ik André ken, zelf 5 euro, maar normaal 10 euro. Had je voor dat geld niet beter een pluutje kunnen kopen of een jek? Nee man, ik ben helemaal in de feeststemming en het maakt me niks uit, echt niet. Wat verwacht je van het concert? Nou, ik denk dat het wel echt goed gaat worden. Ik denk het wel. Heb je ook al iets van die nieuwe cd gehoord? Ja, ik heb hem op internet geluisterd. En hij was beter als de vorige. Ja, is wel leuk. Dat klinkt niet erg enthousiast. Ja, het weer is wel minder. Dat vind ik... Ik ben alleen maar nat, hè. Ja, en dan dat weer. We raken er niet over uitgesproken. Piet Paulusma.